misschien wel de mooiste kilometer op de fiets ooit in het wielerleven van Koen Vermeldvoort. Want deze man, Koen Vermeldvoort, gaat de mooiste zegen in zijn carrière nu pakken. Ja hoor, het voelt als een thuiswedstrijd. Hij wint hier de Ronde van Drenthe. Kan het amper geloven, maar het is waar. Dit is Koen Vermeldvoort vorig jaar. Hij wint de Ronde van Drenthe. En daar bleef het niet bij. Alleen al in de maanden april en mei zet hij 6 overwinningen op zijn naam. Hoe anders is het nu? Tijdens het trainingskamp in Spanje krijgt hij koorts en keelpijn. Toen daar bloed gaan prikken, want het zag er toch niet goed uit. En waar we toen eigenlijk al bang voor waren, ja, dat het vijver was de uitslag van het bloedonderzoek. En ja, dat sloeg in als een bom natuurlijk. Ja, want wat denk je dan? Van, nou, gaat nog wel lukken? Of? Nou, de eerste indruk of ja, de eerste gedachte die je krijgt is echt gewoon, ja, daar gaat mijn seizoen. Dat is echt het eerste wat echt door mijn hoofd spookt. En dan ga je op een gegeven moment dat wat relativeren. En dan, ja, hoor je wat verhalen van mensen die er toch wat sneller af zijn. En die na een paar maanden alweer weer terug zijn. En ja, dan ga je daar natuurlijk hoop uit halen. En dan hoop je dat zo snel mogelijk weg is. En ja, ik weet gewoon van mezelf, ik ben sterk. En ja, ik ben bijna nooit ziek. En dan ga je ervan uit dat je er zo vanaf bent. Maar ja, dat valt uiteindelijk toch tegen. Nu al 3 maanden doet Koen het heel rustig aan. Het enige wat ik nu mag is af en toe een uurtje fietsen. En op een tempo waarbij ik ingehaald word door de meeste tourfietsers. En dat is gewoon echt niet leuk als je zo aan het fietsen bent. Want je wilt elke keer harder gaan, maar je weet dat het niet mag. Omdat het, ja, dat is gewoon niet goed voor je. En zo zit ik elke keer te vechten tegen mezelf om rustig te houden. En de muren komen ook wel een beetje op je af, denk ik. Ja, ook dat, ja. Ja, je zit de hele dag thuis natuurlijk. Dan wordt het nogal vervelend om elke keer weer je dag vol te maken. Af en toe dan word ik gewoon wakker en dan denk ik van, ja, wat moet ik nou toch weer gaan doen? En dan blijf je dan maar weer een uur op bed liggen, want iets anders weet ik toch niet. En dat is echt kut, ja. Na de succesvolle periode van vorig jaar lag de weg naar beroepsrenner voor hem open. Je doet er alles aan om prof te worden. Als je dat dan een jaar moet uitstellen vanwege zo'n ziekte, dan is dat niet leuk. Maar het zal misschien ook helemaal niet zo slecht voor me zijn om nog een jaar bij deze ploeg te rijden. Kijk, je kunt allemaal de zaak wel plannen, maar het blijkt maar weer, het kan ook heel snel anders zijn. Ja, en dat is nu ook het geval. Dus Koen moet daar absoluut niet mee gaan zitten. Kijk, voor mij staat gewoon vast, een slecht jaar in verband met ziektes of valpartijen of noem het gelijk maar op, is nog geen slechte carrière. De Ronde van Drenthe 2009 ziet Koen vanuit de ploegleiderswagen. Kun jij een beetje voorzien van actuele parcourskennis? Nou, het is natuurlijk een tijdje geleden voor mij ook alweer dat ik op dit parcours gereden heb. Maar ik weet van vorig jaar weet ik nog wel hoe het parcours ongeveer gaat. En vooral waar de gevaarlijke punten liggen natuurlijk. En als ik het rondeboek zie, dan denk ik dat ik dat alles wel weer boven komt. En voor Koen is het even anders. Hij wordt er een beetje weer bij betrokken. Dus ik denk dat het wel leuk is voor hem, ja.